Oké, dit is dus nu de status. En dit zijn alle spullen die ik van mijn bureau en van het plankje daarboven heb afgehaald. Komt binnenkort verandering in. Ga ik jullie binnenkort meer over vertellen. Nu nog even niet. Oké, ik ga alles weer op zijn plek zetten. Ja, dit is toch nog wel een beetje een doorn in mijn oog. Hey, en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik mijn kamer opruimen. En dit is eigenlijk iets wat gewoon heel nodig gebeuren moet. En toen dacht ik, eigenlijk best wel leuk om jullie mee te nemen. Ik ga gewoon super chill, lekker schoonmaken, lekker opruimen. Het is echt een extreme zooi. Ik word helemaal krankzinnig hier. Ik kan echt mijn kont niet draaien in mijn kamer. Ik ga zo meteen ook even aan jullie laten zien hoe het er nu uitziet. Ik word helemaal gek. Al mijn kleren liggen uit mijn kast. In mijn vensterbank. Mijn gordijn kan niet meer dicht. Nou, ik zal het jullie zo meteen laten zien. Ik zal jullie ook gewoon wat dingen vertellen. En laten we lekker aan de gang gaan. Oké, dit is dus nu de status. Het zal waarschijnlijk bij jullie allemaal vast wel erger zijn dan bij mij. Maar ja, dit is voor mij echt gewoon, dit is gewoon verschrikkelijk. Overal ligt zooi. En ook onder mijn bed. Oh, ik word helemaal lijp. Dan weet ik niet waar ik beginnen moet. Dus ik ga even een plekje voor jullie zoeken. En dan ga ik even een start maken. Ik moet mezelf echt even bij elkaar rapen hoor. Om hier aan te beginnen. Dit scheelt al een heleboel. Dit is netjes, heb ik werkruimte. En wat ik dan altijd doe is gewoon alle decoratiespullen uit mijn kamer leg ik op mijn bed. Want dan kan ik dat zometeen allemaal even een plekje geven. En dan ga ik alle zooi daarbij opruimen. Het is nu ook zo dat mijn hele kledingkast in mijn kamer ligt. Zoals hier en zo en op mijn stoel. Dus ik gooi het eerst gewoon even in mijn kast. En dan ga ik daar hopelijk later vandaag nog aandacht aan besteden. Of ik ga dit weekend mijn kast ook nog los opruimen. Decoratiespullen van de wand en op mijn bed. Nou, even lekker het prullenbakje leeg gaan, want dan kan ik dan vanaf nu alle afval in de zak gooien. Zoveel rommel. Nice. Nou, en dan wordt het nu toch echt tijd om eerst alle klerenzooi op te gaan ruimen. En dit, dat scheelt echt een heleboel als dat allemaal in ieder geval weer in mijn kast ligt. Dan heb ik hier weer een beetje ruimte, want can't handle. Dit zijn alle spullen die ik van mijn bureau en van het plankje daarboven heb afgehaald. Zodat ik ze allemaal even kan afstoffen. En vooral ook mijn bureau. En dit plankje kan afstoffen, want die ligt altijd mega vol met stof. Ja, en die kast, hè, dat is ook nog weer een verhaal apart, want dat is ook één bende. Maar ik ga nu gewoon alle kleren maar opvouwen en het gewoon opstapelen en het gewoon neerleggen waar kan. En dan is dat een project voor later. Want anders word ik gek. Oké, dat scheelt echt al een heleboel. Het is hier nu wel echt een beetje een zooi. Maar dat komt later. Dit is nu de status. Nou, ik zie in ieder geval mijn vloer weer. Dat vind ik al een heel fijn idee. Nu ga ik de rest van alle tierenlantijntjes, noemen we ze maar even, op mijn bed leggen. En daarna beginnen met lekker poetsen. En alles weer op zijn plek terugzetten. Kleren op het hanggedeelte hangen. Stofzuigen. Dat is nodig ook, zeg. Poeh. Nou, ook hier is het echt een zooi met 100 miljoen van die linnen tasjes. Heel handig, maar ik heb er wel heel veel. Dus die stop ik lekker allemaal in één tas. En die prop ik dan lekker helemaal hierbovenin. Niemand er last van. Ideaal. Hier heb ik altijd mijn make-up en hier ook altijd overige friemels. Nou, en zoals je ziet heb ik daar dus net alles gegooid. En moet ik dat nu weer even fatsoeneren. Make-up zet ik altijd daar neer. Oeh, oké. Ja, weet je, soms moet je ook gewoon accepteren dat sommige dingen forever gewoon een zooi blijven. Het is nou eenmaal een beetje mijn rommelhokje hier. Aangezien wij met veel te veel mensen in een veel te klein huis wonen. En we allemaal gewoon totaal geen plek hebben voor ons spul. Binnenkort verandering in. Ga ik jullie binnenkort meer over vertellen. Nu nog even niet. Maar kijk hoe het. Oh my god, ik heb echt veel te weinig ruimte voor mijn spullen. Want kijk, dit staat ook helemaal vol. En dat is eigenlijk gewoon voor mijn boekhouding en zo. Maar ik heb gewoon geen plek. Alles staat daar. Terwijl het gewoon in de badkamer hoort. Dus, oké, dit is nu overzichtelijk. I love it. Dat kan hier. Ik heb al mijn jurkjes en jasjes. En pasjes. En ik heb 2 weken lang bij Justin gewoond. Dus het is ook gewoon allemaal een beetje een zooi. Omdat ik alles in tassen. En dan kwam ik weer thuis om alles te halen. En dan dropte ik weer spul. En... oh, dat is gewoon niet ideaal. Oké, op zich... ziet het er redelijk netjes uit. Ik ben hier content mee. Nootbol. Oh, en het ruikt het zo lekker. Leukste van alles. En het is netjes, jongens. Het ruikt lekker. Bedje netjes opgemaakt. Computer schoongemaakt. Ach, is dit toch altijd super chill. Dit is toch nog wel een beetje een doorn in mijn oog. Maar alles voor de uitzet. En zoals ik al vertelde, weinig plek in dit huis. Dus het moet gewoon echt even hier staan. Tot ik een ander plekje daarvoor heb. Lekker mijn schoentjes daar. Daar zit mijn korte broek in. Want dat past dus niet meer in mijn kast. Vloer lekker stofgezogen. Heerlijk. Ja, deze moet helaas nog even blijven staan. Maar hopelijk komt er binnenkort snel verandering in. Dat was hem dan, de opruimvideo. Is een keer iets heel anders. En ik dacht eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Ik moest toch mijn kamer opruimen. En ik dacht, ik neem jullie gewoon lekker mee. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Laat weten wat voor video jij volgende week wil zien. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug. Doei doei!